Ja, kijkers, ondertussen is niemand anders dan Gleofilio Fleiter bij mij aangesloten. Gleofilio Fleiter, de topscorer van de CONCACAF voor wat betreft de Nations League. En ja, iedereen kent hem nu in de regio. En Gleo, goedenavond. Welkom in Start & Finish. Goedenavond, mijn beste. Ja. Hoe voel je je? Ja, ik voel me goed. Ik voel me goed. Ik ben weer thuis, even. Dus het heeft een goed gevoel. Ja. Ik vind het ook lekker om jou in de studio te hebben. Het afgelopen jaar spraken we elkaar wel heel regelmatig. Alleen was het niet dat we bij elkaar konden zitten. Ja. Alles gebeurde via Zoom. Nou, hoe beschrijf jij het afgelopen voetbaljaar voor jezelf? Nou, het was een turbulent jaar. Ik heb in het begin van het seizoen raakte ik geblesseerd, zwaar geblesseerd. Een scheur in mijn lever. Daarna kreeg ik ook corona. En een beetje wisselvallig bij de club ook. Dus het was moeilijk. Maar ik had dit van Natje ook even nodig om weer met die boys samen te zijn. En weer van voetbal te gaan genieten. Oké, lekker. En er is ook goed van gekomen. Nou, ik wil toch even teruggaan naar de kwalificatieperiode. We spelen de eerste wedstrijd thuis tegen Cayman Island. Winnen met 3-0. Jij pakt een van de goals. De tweede wedstrijd is uit tegen Aruba in de Verenigde Staten. Je speelt de eerste helft, krijgt een aantal kansen. Ze gaan er niet in. Tijdens de rust word je eruit gehaald door de coach. En daarna word je niet meer opgesteld tot de Gold Cup. Wat doet dat met jou als spits? Wat gaat er in je om? Nou, zeg maar, die wedstrijd heb ik inderdaad heel veel kansen gehad die gewoon moesten zitten. Maar ik denk, mijn zelfvertrouwen was ook wat minder geworden. Okay. Ik wist niet wat ik eigenlijk moest doen of wat ik beter moest doen. En ik dacht gewoon van, ik ga gewoon hard blijven werken. En als mijn kans weer komt, dan pak ik die. En je hebt je kans gekregen. Je hebt in de eerste wedstrijd tegen Jamaica, was je er weer bij. Ja. Toen werd je ook gewisseld. Ja. Costa Rica stond je aan de basis. Je werd er niet uitgehaald. Jij maakte de eerste goal voor Suriname in Gold Cup verband. En uiteindelijk verliezen we die wedstrijd. Wat voor gevoelens heb je? Je scoort de eerste goal, maar we verliezen toch wat inhoudt. We zijn uitgeschakeld om te gaan naar de volgende ronde. Hoe ga je om met zoiets? Ja, maar echt gemengde gevoelens. Ja. Ik moest echt heel blij zijn dat ik heb gescoord. En zeg maar, Suriname, eerste goal op de Gold Cup. Maar dan verlies je zo'n wedstrijd. En ik denk dat we heel goed hebben gespeeld. Als je naar die statistieken kijkt, hebben we gewoon een fantastische wedstrijd gespeeld. Eén minuut, ik denk. Ja, binnen 2 minuten is het weer 2-1 voor die mannen. Ja, het was snel gegaan. Ja. We verliezen met 2-1, maar we hebben heel veel daaruit geleerd. Ja, ja, ja. En dat was ook iets dat heel belangrijk is. Klopt. Ja, daadwerkelijk, ik vond het persoonlijk ook de beste wedstrijd die ik van deze selectie heb gezien. Ik zei het ook aan de trainer, ik sprak daarna met Dien. En ik zei hem van, voor mij was het beste wat ik heb gezien vanaf hij bondscoach is. En qua alles waren jullie goed beter soms, maar kleine details hebben jullie de das omgedaan. En weet je, binnen 2 tot 3 minuten krijgen jullie 2 doelpunten tegen. Ik vroeg hem nog, ja, had het te maken met concentratieverlies, dat er nog euforie in de ploeg was omdat jullie hadden gescoord en dus de mindset niet helemaal. Jullie waren nog blij, waardoor pap ze scoren 2 keer. En hij zei van ja, hij weet niet of dat het geval is. Hij denkt niet dat er concentratieverlies is. Maar hoe ervaarde jij dat zelf, dat er zo snel 2 Het is echt snel gegaan. Het is heel snel gegaan. Ja, wat kan ik zeggen? Kan je het geloven? Nee, na die tweede bal zakte ik in elkaar op het veld. En het was heel pijnlijk. Het was pijnlijk, maar ik weet niet waar aan het lag. Ja. Oké, uiteindelijk, de laatste wedstrijd was meer prestige. Omdat zowel Suriname als Guadeloupe geen kansen meer maakten. Hoe hebben jullie de wedstrijd, zijn jullie de wedstrijd tegemoet gegaan? Wat hebben jullie als spelers tegen elkaar gezegd?
We zeggen gewoon van, het zou ook de eerste keer zijn dat we ooit een winst zouden boeken voor Suriname. Okay. En dat is ook gewoon historie. En je wil ook gewoon deel uitmaken van zo'n historische moment. Dus we zeiden gewoon van, boys, we gaan gewoon alsof het een finale is. We gaan gewoon hard werken voor elkaar. En we gaan gewoon groeien als een team. Ja. En dat was het. Je scoort 1-0. Ja. En het ziet er naar uit, hé, machtig. Toch komen die gasten terug. Wat gaat er om je hoofd als je dat ziet? Dat is voor de tweede keer gebeurd. Maar we waren vrij rustig. We waren vrij rustig. Gewoon gevoetbald. We wisten wel van, we gaan ze pakken. We hebben ons best gedaan en we hebben uiteindelijk toch 2-1 gemaakt. Ja. Uiteindelijk heeft het tot ongeveer 10 minuten voor tijd gelukt Hasselbank om de tweede goal te maken. Ja. En de eerste zege was dus binnen voor ons. Wat betekent het voor jou, Gleo, om topscorer te zijn van de CONCACAF van het afgelopen seizoen, met betrekking dus tot die Nations League wedstrijden. Wat heeft dat voor je betekend? Ik had het eigenlijk niet heel, ik kan nog niet beseffen hoe groot het is. Ja. Toen ik dan mijn award kreeg, ik kon het gewoon niet geloven. Ja. Je had het niet verwacht, hè? Dat jij topscorer zou worden, eerlijk. Nee, zeker niet. ik ga gewoon met de instelling van, precies. Ik wil gewoon scoren, zien we wat gebeurt. Ja, 10 goals in 6 wedstrijden. Is wel, iedereen praat er nog steeds daarover. En het is ook de eerste Nations League ooit. Dus, je naam staat daar in gouden letters geschreven. Ja, als de eerste. Ja. Doet goed, hè? Ja, echt goed. Oké. Okay. Je bent nu nog bij Beta Jeruzalem. Hoe zit het met jouw contract met de ploeg? Ga je door? Zijn er aanbiedingen? Hoe ziet je situatie eruit? Nou, ik zit op mijn manager even te wachten. En ik moet eigenlijk wel terug naar Jeruzalem, want ik sta gewoon onder contract daar voor nog 2 à 3 jaar. Okay. Dus er is gewoon zekerheid. Ja. Misschien, we zien wel wat hun plan is met mij. Dus dat is het eigenlijk. Wat wil jij eigenlijk? Wat ik wil. Je lacht, hè? Ja, maar achterover weet ik wat ik wil. Wat wil je ons niet vertellen? Maar, je hebt ambities toch, je gaat ervan uit. Ja, zeker. Ja. Maar ik wil het nog gewoon voor mezelf houden. Uh-huh. En dan, als het zover is, dan zien we wel wat uit de bus komt. En als ik gewoon daar blijf. Oké. Okay. Ik zou zeggen, hartelijk bedankt voor het willen komen naar de studio, Gleo. Ja. Blijf doen wat je doet, want je doet het goed. En laten we hopen dus dat je naam nog vaker in gouden letters wordt geschreven in de regio. Ja. En misschien ook verder in Europa. You never know. Daarvoor werk ik en hopelijk is het zo. Oké. Okay. Hey, succes, kerel. Thank you. En take care. Yes. Abon.